We zijn hier vandaag bij de Dondersteen. Ik ben Sebastiaan. Wat onze winkel bijzonder maakt is dat wij naast dat we een winkel zijn ook allerlei sociale activiteiten organiseren. We verwachten ongeveer evenveel klanten als vorig jaar, maar wat we nu zien is dat de piekbelasting, zoals we dat noemen op zaterdag, minder groot is. We promoten ook andere momenten en zijn ook extra momenten open op het moment. Het voorbereiden op decembermaand is dit jaar extra pittig. Normaal gesproken zijn we vooral bezig met welke items gaan we pushen, hoe druk wordt het, waar gaan we de spullen neerzetten en hoe lokken we zoveel mogelijk mensen naar de winkel. Dat is dit jaar moeilijker, want we moeten op verschillende scenario's of met verschillende scenario's rekening houden. Bijvoorbeeld een sluiting of in ieder geval zorgen dat mensen afstand van elkaar kunnen houden. Dus we zijn vooral bezig om te zorgen dat mensen zoveel mogelijk spreiden, dat het niet te druk wordt. Door corona kunnen we op dit moment geen activiteiten organiseren en we hebben de tafels die in de winkel hadden staan weggehaald en hebben allemaal aanpassingen gedaan. Die zal ik je even laten zien. Want aan deze kant van de winkel vooral veel tafels staan. Die hebben we nu door corona, dus voor corona allemaal weggehaald. Daardoor konden we de schappen breder neerzetten, zodat mensen goed langs elkaar kunnen bewegen. We hebben nu de spellen hier in het midden wat beter gepresenteerd en de tafels achter geplaatst. Dat zal ik wel even laten zien, want als mensen hier toch van ver even wat willen bekijken, dan kan dat nog, maar wel in beperkte mate. Dit was eerst kantoor voor corona. We hebben ons kantoor nu naar boven verplaatst. Het is een beetje rommelig, maar goed, het werkt. We gaan nog een keertje mooi inrichten. En hier kunnen mensen dus toch nog even snel, als ze willen en het rustig is, nog even een spel bekijken. We hebben hier 2000 demospellen open liggen. Die hebben we ook uit de winkel verwijderd, zodat mensen in de winkel gewoon snel kunnen slagen. En hopelijk kunnen we dit zo snel mogelijk weer gaan doen. We hebben gelukkig nog niet echt voorraadproblemen, maar dat komt omdat we goede afspraken hebben gemaakt met onze leveranciers. En op tijd alles hebben ingekocht en een beetje kunnen inschatten wat er gebeurt. Maar er zullen altijd dingen op zijn, maar dat is elk jaar. Dus dat is eigenlijk niks anders dan andere jaren. Bij families doen op dit moment coöperatieve spellen het heel erg goed. Coöperatieve spellen zijn spellen die je samen speelt in plaats van tegen elkaar. Dus heb je geen onderlinge strijd en dan werk je naar een gemeenschappelijk doel. Een van de perfecte titels voor het moment is Chronicles of Crime. Dat is een beetje CSI-achtige titel. Waarbij je samen misdaden probeert op te lossen. Dat is vooral bedoeld voor volwassenen trouwens. Er worden ongeveer evenveel spellen verkocht als eerst, maar andere doelgroepen. Wij zien meer gezinnen, meer stellen die normaal gesproken bijvoorbeeld uitgaan, maar nu een spel gezellig met z'n tweeën spelen. Oma's zien we veel minder, want die gaan minder naar de kleinkinderen en er worden minder verjaardagen gevierd. Dus daar leven we wat in.